allemaal en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Vandaag zijn we met Jessie. Ik ben met Jessie. Ik ben ook en met ik Jessie. Ben Jessie. Ik ben Jessie, maar ik ben niet Jessie. Nee, maar ik ben Jessie, maar niet Jessie. Jessie, kennel. We hebben comments van de week. En deze week dan is dat Jasmine Springstar. 12. Gaat heel goed, hè? Ik vond het wel leuk. Hashtag CW, hey Jessie. Maar welke Jessie? Nee, Griekse ei, dat ben ik. Ik weet het niet. Ik hou zo erg van je video's. Het geeft me echt motivatie om te trainen. Haha. De meeste Let's Train heb ik ook al 6 keer gezien. Respect. Ik hou van de Xpedit Festival. 800 per race. Love you. En love you terug. Wil je nou comment van de week worden voor een update video? Laat een hashtag CW achter in de comments. En wie weet word jij het volgende week. Maar ik wil even met een verrassing voor Jessie beginnen. Want Jessie had toch door dat ik maandag een Yorkshire Pony had gekocht. Wil jij met mij meegaan naar de andere kant van mijn stal? Nee. Kom, please. Nee, liever niet. Jawel. Nee. Ik wil je reactie ook filmen. Nee. Kijk. Ik verafschuw ze, Jessie. Alsjeblieft, ik verafschuw ze. Dit is een mini horse. En mini horse. Ook voor nog dezelfde naam. En het paard dat ik op rij, die heet ook Mini Horse. Ja, volgens mij is het een Mini Horse. Het is een klein paardje. Oh. Ik heb het idee van jouw vriend. Maar we gaan nu even wat andere paarden kopen. Oh, ik ben nog in jouw homestable. Ja, nu straks niet meer, want straks word je vriendelijk verzocht om de stal te verlaten. Oh, ja. En wij hebben vandaag een challenge. Of tenminste, ik heb een challenge bedacht. Jessie moet meedoen. Ik ben gewoon verplicht of zo. Ja, wij gaan Ik heet Jessie, dus ik ben verplicht om mee te doen. Oh, wij gaan naar Stal Moorland. Oh, we gaan naar Moorland. Waarom ga ik eigenlijk naar Moorland? Ja, ik weet het niet. Waarom gaan we niet gewoon naar... Maar gewoon naar Jorvik Stal dan. Oh ja, misschien... Ik begin natuurlijk altijd met Moorland in mijn hoofd qua missies en races. Dus misschien is dat waar ik in de war ben. Ik heb Sunfield aangeklikt. Dat kan ook. In ieder geval, ik ben onderweg naar Jorvik Stal. Maar ik neem even een omweg, want ik wil graag even een sightseeen. Want ze zijn toch bij Jorvik Stal op te koop? Ja. Want ik dacht in Moorland, maar daar staan de oude paarden. Nee, ze staan, zeg maar... eventjes, side note. Ik was 5 minuten online, omdat ik... nog niet wist dat alles ging. Je krijgt zo meteen een dingetje. En dan zie je waar ze staan. Ja, een soort van cutscene. Ja, ik heb die cutscene gehad welke in de trailer zat. Dus ik denk dat ik dat niet heb gezien. Oh. Maar ik zie ze. Ik sta recht voor ze. Waarom staan ze hier en niet daar? Ja, dat is dus wat ik ook een beetje raar vind. Waar ben jij? Ik sta nu bij die paarden. Oh, maar ik zit waarschijnlijk vast in die cutscene waardoor ik niemand zie. Ik zie jou ook niet. Wauw, wat is het lekker rustig. Misschien als ik even de bak in en uit rijd, dat het dan terugkomt. Oh, een varkentje. Het is hier namelijk echt fokt op druk. Oh, nu zie ik iedereen weer. Ik heb de bak, ben ik in en uit gerend. En nu, als het goed is, ben ik weer terug. Kijk. Oh, ja, kijk, daar ben je. Heb ik tuig bij me? Ik heb tuig bij me. Oké, dan ga ik even tuig... Nee, ik hoef het tuig van Jorvik Pony niet af te doen. Oké. Wauw, waarom lijkt die witte KWPN er? Dikker. Hij lijkt blauw. Hij lijkt blauw en dikker. Ja, maar ik vind hem echt blauw lijken. Ja, maar waarom? Waarom is hij zo? Ik weet het niet, maar ik ben er niet helemaal fan van, denk ik. Ik denk dat ik deze dan pas volgend jaar wil kopen. Ik denk het dus ook. Ik vind hem niet die 950 waard. Nee. Echt niet. Die andere vind ik echt super. Wel, het idee vond ik heel leuk, maar nu ik hem zo zie... Vind ik minder. Want dan koop ik hem liever voor volgend jaar. Dan is hij goedkoper. Dus dat denk ik. Sorry. Ben jij troep aan het maken? Oké.
telefoon. Echt precies op het moment. Ik heb hem de hele tijd opgeladen. En precies nu gaat hij zeggen, ik ben bijna leeg. Nou, ze hebben alle twee aan een draadje. Wat leuk, draadloze koptelefoons. Ja. Ik wil sowieso die geflekte KWP komen. En ik heb ook al een naam. Ik ben blij dat ik deze niet hoef na te schilderen. Heftig, hè? Die kleine stippies. Ja. Hoe zou ik hem noemen? Wally. Ik heb volgens mij al Wally. Wally. Ja, ik heb al Wally. Maar met een E. Een Wally met een Y. Ja, ik heb ook een Wally met een Y. Aww. Ik kan hem wel Wal noemen. Zal ik hem Walrus noemen? Dan heb je Wally en Walrus. We moeten een soort van matching. Dat is wel leuk. Wally en Walrus. Ik kan ook... Stung me like a bumblebee. As I go. 1, 2, 3. Oké. Ken je die niet? Die serenade? Ik hou me hier buiten. Ik distancieer me hiervan. Jij moet die serenade kennen. Jij hebt hem sowieso gezien, toch? Ik hou me er buiten. Ik kwam hier niet mee kaksel. Ik heb hier vissen in afgeleid. Nu moet ik naar de home stable. Maar jou heet Wally. Ja. Dan noem ik mijn Bally. Of Sally. Nee, Bally. Bally en Bally. Maar wel, zeg maar, bal en dan een, zo'n eetje. Eetje? Nee, hij heet gewoon Bally. Ja, ik moet dus nu eventjes naar mijn homestable, want ik ben een pieper en ik heb misgeklikt. Nodig mij uit voor je homestable. Oh god. Dan kan ik jouw paard verzorgen. Achteruit. Ik moet ze even opnieuw in een vierkantje zetten, want het is echt helemaal uit de hand gelopen. Prima. Ik heb opeens 8 paarden of zo uit mijn ding getrokken die ik opeens kan trainen. Oh, maar zijn er nog nieuwe sets uit? Is een nieuwe set uit, maar niet die wat ik bedoel. Ik wil mijn denim set! Ah! Heftig. Magical Star Jumper! Dit is mijn paard op Jester account. Kijk hoe lief Star Jumper is. Nog een beetje Star Jumper. Ik ben er voor je aan het verzorgen. Ja, jij mag het doen, want ik doe het niet. Dus kijk, schil. Waarom is het schil? Ik doe het niet! De beest is net zo schil! Ik weet het! Hij kijkt naar 3 verschillende kanten tegelijk. Oh, een pootje geven! Oh, wat lief! Oh, ja, nee, tuurlijk. Je gaat mijn nieuwe paard. Ja, want dan krijg ik XP. Jongen. Dan hoef jij het niet te doen. Ik bots. Dat moet je niet doen. Ja, ik moet die paarden toch fucking formeren. Dan doe je het toch even gewoon normaal. Oh, dit is je nieuwe. Oh, je hebt hem al verzorgd. Hier, deze heb ik nog niet verzorgd waar ik vanaf stap. Je pony ook niet. Nee, klopt. Dat is mijn champ pony. Wat een booby! Waarom is Gadverdamme, waarom staat dit hier? Wat? Oké. <Okay. laughs> Het zal wel. Het zal aan mij liggen. Wat een lus hier vandaan. Welke? Die wat daar in de hoek staat. Ja, lelijk ding, jongen. Dat is prachtig. Zal ik daar ook 20 van kopen? Nee. Jawel. Nee, hij is echt lelijk. Gewoon echt. Die zijn toch al uit de game? Ja, dat was het eerste paard wat ik gekocht had van mijn stark. Oh my god. Ja, toen de tijd was dat nog helemaal de shit. Ja, toen waren ze hype. Oh, ik moet niezen. Dan moet je dat doen. Dat was gewoon. Stung me like a bumblebee. Your heart is like sugar plum. Make my heart go yum yum yum. Ja, maar laten we dat voor.
heb ik vanmorgen gewonnen. Ja, ja, dat zou wel kunnen, ja. Dat was eerste. Zal ik het ook dat dingetje omdoen bij mijn paard? Oh. Nou, ik ben wel in stijl. Oké, okay, zullen we een timer zetten en kijken hoe lang het duurt voordat we hem level 10 hebben? Ja. Oh, dit was lang. Dus we doen niet mee met ponychamp. Waar heb je zo'n haat aan de ponychamp? Oké, okay, kijk, ik heb soort van semi altijd haat aan champs, want ik win nooit. En wow, ik ben uit de stal gejiet. Ja, ik vond dat je te lang bezig was. Ik heb wel je paarden verzorgd. Dat vind ik wel heel lief. We starten de timer nu. Ik ga als eerste even de XP innen die ik hier bij Veeldeel heb. Oké. Okay. Ik ga even dieren zoeken, want ja, ik moest opnieuw inloggen en ik had ze gevonden, maar nu niet meer. Zuur. Oké, okay, mijn paard is nu level 6. Oeh. Oeh. Ik heb 2500 XP bij Veeldeel vandaan. Ik heb al jouw paarden verzorgd. Ik heb mijn paard verzorgd. Ben ik hier met tegenzin een koe aan het drijven? En dit kostte mij 45 seconden. Ja, ik weet het. Mijn is level 2, want ja. Ik heb dat niet. Nee, maar jij hebt het pad nog niet afgemaakt, dus dan heb je dat inderdaad ding helemaal niet. Nee, klopt. Dus ik loop nu sowieso veel meer XP voor dan heb jij. Maar als ik level 10 ben, dan heb jij het ook gehaald. Vind. Zo van Bluetooth connectie. Ja, dat is toch onze Bluetooth connectie die wij hebben. Ik kan dus niet meer normaal achter koeien aan hand galopperen. Ja, ik ga altijd in een soort van zigzag. Want waarschijnlijk op mijn bijlaas. Nee, want hè, je bent niet level op gegaan. Ik ben sneller dan de dieren. Dat heb ik ook. Ik heb kip! Bok, bok! Ik heb geen idee. Ik heb een koe gevonden nu net. En een kip en een paard en een koe. Mijn paard is galopperend aan het. Ben jij lekker aan het galopperen? Stilstaan. Nog een kip. Nou, kippen vind ik niet erg. Jij hebt echt geluk met je kip. Hallo! Ik heb. Weet dat ik gisteren had? Ja, dat weet ik. Ik toch ook? Ik had 4 koeien. 4. Ja, ik had ook 4 koeien en mijn koeien staat allemaal tantoever. Ja, mijne ook, maar toen heb ik gelokt. Het waren ze iets dichterbij. Maar dat wil ook niet, heel dichtbij. Ik heb nu ook een ezeltje. Dus... Ik heb 1 koe gevonden. Ik heb vandaag. Ik weet niet. Ik kan de laatste tijd sowieso mijn dieren heel slecht vinden. Ja, ik heb er ook last van. Ik kan altijd de laatste heel slecht vinden. En we zijn terug naar de reclame. Ik niet, ik heb 1 koe gevonden en daar liep dat bij op. Ja, ik heb 3 beesten. Voor de rest kan ik ze niet vinden, wat irritant. Nou, we gaan gewoon lekker verder met het Ruitenfestival. Anders zitten we met onze 10 minuten, wat nu ondertussen 5 minuten is, al lang over tijd. Dan kan ik er naar... Miauw. Kapot snel. Gaan wij naar Moorland? Ja hoor. Ik weet dat ik heel veel... Bonk! Oh, hallo. Is er nieuwe dingen uit in de ruitenshop? Nee, helemaal niks. Ik moet mijn geld uitgeven. Moorland. Er is ook een missie, die gaan we straks doen. Ja, dat klopt. Een maar, nieuwe missie. Ik wil binnen 5 minuten mijn paard level 10 hebben. Ja. Heb je die paard al geaaid dan? Ja. Ik maar weet. Ik had in mijn hoofd dat het gaat lukken om de deze level 10 te krijgen met alleen de Ruiterfestival dingen. Ik bedoel, je krijgt 800 XP per race. Ik moet... Ja. Van level 6 is 1500. Dat is 2 keer die race en dan ben je al level 7. Ik doe ook gewoon alvast eventjes die van, hoe heet het, aanklikken. De wat? Hallo Riley.
Waar is Riley? Riley staat bij de gym. Kom, we gaan op de foto. We gaan op de foto. Ja. Kom, maak foto. Snel. Oké, ik heb foto. Oké, kom. Oké, ik heb dus een mapje met allemaal foto's die ik dus maak met Riley. Als ze AFK staat. Oké, de eerste groep race. Dus ik moet ze eigenlijk nog even een keer uitzoeken, want ik heb misschien wel 100 foto's met Riley terwijl ze AFK staat. Dat doe ik nu al 2-3 jaar volgens mij. Oh my god. Dat is echt veel. Ik moet ze eigenlijk even een keer uitzoeken. En dan ga ik gewoon een Discord dingetje maken in de Discord channel van stiekem mijn foto's met Riley. En dan zit Riley er niet in. Jawel, er zit juist Riley erin. En dat ze gewoon elke keer een foto ziet verschijnen zonder dat ze het doorheeft. Want ik heb echt heel veel foto's. Oh my god. Heftig. Ik heb hier dus nog steeds aan deze rand hier zo'n bolletje zitten. Zo'n memory van Catherine volgens mij. Ja, ik ga Nina wel weer oppakken voor je na Equidé. Het is zo druk. Het was de eerste paar weken waren we er heel druk mee. Maar nu zijn we natuurlijk ook door de updates en zo. Ja, want nu is er een event, dus ik zit vaker op mijn main account. Waarom gebeurt dit steeds bij mij? Okay, nu, ik blijf dan doorgaloperen. Ik zag het. Ja, maar hij stopt niet, zeg maar. Hij is de pointje nu. Nou, geteld nu level 4. Netjes. Ik weet niet of ik vandaag de zin heb om te dressuren, want ik wou het vorige keer echt vermoorden. Dat snap ik. Dat is grappig. Nee, is helemaal niet grappig. Nee, ik levelde up tijdens de race, maar dan blijft ze doorrijden, doorglijden. Ja, dat klopt. Wil je echt niet winnen aan de ponytje? Nee. Je weet dat ik maar één pony heb, hè? Ja, fair. En ik vind het nu nog niet waard om nog een pony te kopen. Want Starcoins. Oké, dan ga ik naar Silverglade. Dan ga ik die... Ik maak de sprong die ik altijd maak. Alleen, ik ging mijn paard laten huppen. En toen zei hij, je hebt een gevaarlijk geval gemaakt. Oh nee, de denim staat dus wel uit. Wat? Hij is te koop. Oh. Gelukkig. Oh, hij is niet voor munten. Nee. Ah. Dat betekent. Oh, daar is mijn lintje. Oh, ik ben wortels aan het claimen geweest. Even kijken. Hebben ze wel dingen toegevoegd aan die? Ja, er is wel. Een extra set om in te ruilen voor munten, maar dat is ook weer een dressuurset. Huh, waar dan? Er zat een zwart paard naast dat witte paard. Welke dressuurset is nieuw dan? Die bruine. Ja, maar die kan je niet inwisselen voor... Oh, dat is ook voor muntjes. Geld. Ja, gewoon voor geld. Oh, ja. Ik dacht dat het voor muntjes was. Nee. Stom. Ja. Oh, ik heb echt veel te veel zooi. Oh, deze kleur staat het paard zo goed. Oké, even de train timer op pauze, want ik moet en zal al die set halen. ik heb ook natuurlijk nog heel veel prijzen van eerste plaats dat ik een record heb gezet bij races. Dat is ook wel fijn. Kijk, want nu heb ik alweer 10.000 Jorvik shillingen. En dat zat alleen maar in mijn brievenbus van champs en races. Oh shit, man. Ja. Ik denk dat ik toch van set even ga wisselen. Goeie. Ik ga nu namelijk van munten wat kopen en dan... Ja, nu gaat het komen. Even kijken en dan ga ik deze omdoen. Oh, je hebt twee typen western shabraks. Dat vind ik wel heel chill. Oké, ik heb de... Oh, ik vind deze kleur echt mooi. Ik zie haar natuurlijk wel staan. Kijk, wat vind je van deze kleur?
Heel pretty. Ik ga straks een lintje. Oh, ik heb nog een lintje. Nog een lintje. Oké, ik heb meer lintjes in mijn brievenbus dan ik dacht. Ja, ik vind deze strijklappen mooier dan nu de bandages. Ik heb echt zoveel geld. What the fuck? Ik heb echt zo niet veel geld. En ik word soort van verdrietig dat ik minder dan 10k star kan lezen. Nog meer lintjes. Oké, ik heb even 5 lintjes uit mijn zadel, mijn brievenbus getrokken. Ik heb helemaal geen lintjes, man. Ik vind het echt... Ik ga ook wat verkopen, want dat is toch wel wat... Ja, tuurlijk. En precies de enige kleur die ik dus niet heb, die vragen ze. Nou, ik doe wel even... Ah, nee. De top is een crop top. Bah. Joh, zie je mijn buik? Eww. Joh. Oké, ik doe even de... Kan ik de bandages al kopen? Ja, die kan ik al kopen. Ik heb dus niks in het roze. Oh my god. Ik heb niks in het roze. Echt niks? Nee. Oh my god. Pakt hij denk je een zonnebril in het roze? Ja. Dat doet hij wel. Is hij roze? Ja, is roze. Kijk, ik doe deze wel gewoon aan. Dan pas ik meer bij mijn outfit. Kijk, dit is de denim set. Wacht even hoor. Ik voel me helemaal niet mezelf, omdat ik in één keer kleur heb. Oh shit, ik vind het wel heel leuk. Past ook bij mijn haar. Hij is ook een beetje matchy. Oh, wauw, ja. Nice. Oké, ik ga even naar Silverglade om mijn trash in te ruilen voor XP. Hij moet mijn timer aanzetten weer. Dat zit op 8 minuten. Ik ga eventjes hier. En dan ga ik naar de springrace. Gaan we niet eerst naar de, hoe heet dat? Naar de Jorvikstal? Ja, dat alle races. Gaan we ook Jorvikstal doen. Welke zoek ik ook alweer? Silverglade. Ja. Want ik wil die 200 XP van mijn inruilding. Dat snap ik. Waarom ga ik naar Stal Moorland? Moorland. Huh? Oh, oké. Ik ben wel in Silverglade. What the fuck? Weird. Ik ben er in ieder geval. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog die quest. Krijg je daar ook paard XP van? Ja, die moeten we doen als ik een level 10 ben geworden. Ik wil level 10 worden in 10 minuten. Ik heb nu deze challenge gedaan. Ik heb nog een minuut. Ah! Oké, jij moet hem starten. Ja, ik ben natuurlijk in ver weg is dan. Ik kom eraan, schatje patatje. Yay. Yay. Hoe lang duurt het, denk je? Hmm? Hoe lang duurt het, denk je, voordat je er bent? De ding is er nu. Ik rij nu naar de bak. Zodra je mijn poppetje ziet verschijnen, kan je restarten. Ja, maar ik... Dat is nu! Ah, ik heb verkeerd gegaan. Ik klik met hier, mijn... Alsjeblieft. Hmm? Oh, we doen ook gelijk lekker eerst de moeilijke, joh. Ik heb gewoon eentje aangeklikt. Niet lullen, ja, maar jammer. Rijden. Ik vind het alleen jammer dat ze hier geen Goldra bij hebben. Zeg maar net zoals de sets van de munten. Nou ja. Oh, ik zie nu pas dat ik het blouseje aan heb van de birthday. Er staat heel groot een taart op mijn rug. Ja, dat klopt. Maar ik vond het wel leuk eruit zien. Hij heeft wel wat. Ik heb trouwens ook nog een jack. Ik kan ook een jack aan doen. Dan match je helemaal. Jekke de jack. Make-up track. Jek, jek, jek. Jek, jek, jek. Oh, ik heb trouwens mensen, voor de mensen die de webshop updates volgen. Ik ga vanavond de webshop weer updaten. Wauw. Want ik heb heel veel paarden gekocht van tweedehands. Die heel veel mensen zoeken. Zo heb ik ook grijze rijponies en de oude fjord. Oeh. Ja, de oude fjord is gewild. A. B.
Ik durf deze shortcut niet meer te doen. Dat snap ik. Wij zaten dus met z'n tweeën in de auto naar Duitsland. En wij dachten dat het wel een goed idee was om deze races op de telefoon te doen. Ja, nou, dus niet. Ik heb 4 keer over deze race gedaan. Jess heeft opgegeven. Ik heb het na de 2e keer opgegeven, want ik wou mijn telefoon bijna door de hele auto heen smijten. echt boos ik was. Ik zag het niet meer zitten en toen dacht ik, laat maar zitten, joh. Ik heb zelfs nog 2 champs uitgereden in de auto. Ja, maar ik had ook 1 champ meegereden. Ja, de champ ging nog wel oké, maar die race... Dat ging oké. Ja. Daar was ook best wel veel mee gezegd. Met Wally. Wally en Bali. Wally. En Bali. Wally. Oh, ik heb jeuk. Rinnen. De barones is onder de indruk. Jee. Ik dacht dat hij verhoogd zou worden, maar ik heb de hele update niet eens gelezen. Ik ga de updates lezen. We zitten ook echt bijna nooit op hetzelfde paard. Omdat jij als debieltje zoveel fucking Yorkshire ponies moest kopen. Of muur. Ja, maar ze zijn leuk. Nee, helemaal niet. Helemaal wel. Zal ik op mijn andere account ook kopen? Nee. Ik heb helemaal niet naar die Lipizzana gekeken trouwens. Ik vind hem echt tegenvallen. Ja, ik moet straks even kijken. Ik wil deze uitgetraind hebben. Vandaag nog, nee. Level 8! Oké, level 8 in 10 minuten is wel haalbaar. Exclusieve wachtvarianten. Wie is er nog meer terug? Sabine is weer terug met een vraag of ze kwade bedoelingen heeft. Ze vindt het niet makkelijk. Iedereen kan nu deze missie doen. Oké, leuk. Ja, 40% korting. Boven staat. Een aantal exclusieve vachtvarianten vond Ruisvers zo leuk dat ze weer wilden terugkomen. Dus nu vind je la la la. Oh, maar die waren toch al in de korting? Ja. Oké, leuk. We hebben dan nog meer korting? Ik denk niet. Nou, ik heb ze allemaal al, dus het boeit niet echt heel veel. Dat is letterlijk de update. Bonusartikels. Nieuw artikel beschikbaar in de bonuswinkel. Ja, daar kunnen we nog wel even heen. De bonuswinkel in Moorland. Dat kunnen we wel doen, ja. Yippie. Yippie. Cool, trinken en Star Stable spelen. Volgende week hebben we die races van Sabine die dan uitkomen. Ja. Kijk, er is hier nog een Jorvik pony. Kijk wat een mooi Jorvik pony. Nee. Oké, misschien is level 10 wel heel moeilijk. Maar ik heb wel mijn speciale pas. Oh ja, dat is natuurlijk ook nog een ding. Ja, dan moet je level 7 voor zijn. Level 7 in 10 minuten is zeker haalbaar. Ik ben zelfs level 7. Ja. Als ik wil, heb ik dit paard vandaag nog uit. Ik niet alles heb gedaan wat jij hebt gedaan, hè? Ja. Ja, ik loop dan 1 level voor nu dan. Ja, ik ben nu level 7 en dan 500 XP heb ik. Ik ben level 8 en ik heb bijna 1600 XP. Als ik een plant pak, heb ik dat. Ja, dus je loopt... Oh, hier. Plant. Zo, nu klopt het. 1 level en 1000 XP voor. Ja. Dus ik ben ook niet in deze aan doen. Maar deze ga ik straks niet trainen, maar dan pak ik gewoon weer mijn Yorkshire pony. Want anders dan heb ik mijn KWPN uitgetraind voordat ik meer voor ponies heb getraind. Ik denk dat ik deze week al deze 4 paarden heb uitgetraind. Heftig. Ja. Ja. Met alleen Ruiterfestival dingen doen. Ik heb trouwens ook echt bijna 500 munten. Damn, dat is veel. Ja. Maar jij had natuurlijk van vorig jaar ook. Ja, ik had van vorig jaar nog 100. Ja, en jij hebt niet al die dingen gekocht. Nee, ik heb nog niks gekocht. Nee.
Ik heb wel dingen gekocht en ik heb nu precies 100 munten. Nice. Ja, ik hoopte dat de denim set voor munten was. Daarom had ik gewacht, maar nee. Nee. Helaas, probeer het volgende keer opnieuw. Set. Maar ik vind deze wel leuk hoor. Ik zei al namelijk toen de KWP eruit kwam dat als er een gevlekte kwam, dat ik hem wel graag wou. Maar ik vraag me alleen echt af wat ze dachten tijdens het maken van die andere. Ik ook. Ze hadden gewoon de gradient van het grijs gewoon iets hoger moeten zetten. Dan was hij leuker. Ja, dat het iets donkerder grijs was, zeg maar. Het is wel uniek, want er is nog geen enkel paard in die kleur. Maar... Nee, daarom... Ik wil hem wel graag. Maar alleen... niet voor deze prijs. Als ik weet dat niet ze volgend jaar in de korting zijn. Vind ik het nu gewoon zonde. Ja. Dan koop ik er liever 9 Jorvik ponies van. Dus, dat betekent dat ik op mijn andere account... Een Jorvik pony kan kopen! Nee, ik ga geen Jorvik pony kopen. Ik wil geen Jorvik pony. Ik zie er niet de behoefte aan. Jawel. Als die uit de game gaan, hè, koop er 100. Level 9! Echt gewoon... Oké, ik heb er geen zin meer in om nog meer race te doen. Ik ben binnen 17 minuten level 9 geworden. Ik ben binnen dezelfde tijd, zonder dieren en zonder licht inleveren voor XP. Even kijken. Net niet level 8. Netjes, netjes. Ach, ik kan wel mijn speciale pas doen. Ja, ik ben natuurlijk helemaal in dressuur. Ik niet. En dan go, boom. Oh, dat ging niet. Kijk, we gaan even dressuur, hè? Ja. Met de spelers die het niet leuk vinden. Nou ja, jammer. Jammer voor mijn shaders, zeg. Moet jij even een foto maken? Wat cool, wat gaaf. Wauw. Maar jij hebt al de speciale pas, toch? Speciaal, zeg. Ik voel me... Die kuttornado. Out of nowhere een big. Ja, dat is dus een missie. Die moeten we vangen. Ik wil heel eventjes hopen dat mijn... Zo. Zullen we die missie doen? Het ene moment doet mijn shaders het wel en het andere moment niet. Ik vind het wel cool zo achter elkaar... piaffen. Of uitgestrakte draf. Ik wil heel even... Meid, we gaan die missie doen. Straks tijd voor foto's. Kom. Ik wil gewoon een mooie foto. Ja, dat weet ik, maar ik wil die missie doen. Dat is voor deze video ook weer een uur. Nieuw, miauw. Ja, op het gebied verlaten. Je ziet alle spelers weer. Oh ja, de lippies aan er. Dat wil ik niet. Ja, ik vind hem niet... Ik vind hem op zich schattig, alleen... Als ik kaal, ik vind de manenkleuren er niet bij passen. Nee, en ik vind hem niet de starcoins waard. Nee, dit is hetzelfde als met die andere. Ik vind hem leuk, maar niet 950 leuk. Ja. Onderzoek wat er misgaat op het Ruiterfestival. Even kijken, ik ben eerst bij het... Ja. Ja, ik volg jou gewoon. Oh, hier is nog iets. Waar? Waar jij staat. Daar liep ik voorbij. Opruimen. Maar dan moeten we terug. Oh, iemand heeft wel deze. Oh nee, dat is een witte KBPN'er. Ik zit te twijfelen of ik met mijn andere account hem ga kopen. En dan ga kijken. Ik zou het niet doen. Ik zit een beetje te twijfelen. Want dit was dus precies wat ik ook bij die Cremello had. De vorige keer. Ja, maar je hebt nog 3 weken om erover na te denken. Dat is waar. Ik zou hem niet vandaag kopen, want wat ik altijd heb, is dat... Nou, vandaag is er hype, want hij is nieuw.
En dan volgende week zie je er niemand meer mee. Ja, ik denk dat deze op zich nog wel... Deze wel. Ik vind deze echt leuk. Waar we nu ik vind hem echt schattig. Ik ook. Ga naar de zwijnenstal. Terug naar huis. De Sunfield. Sunfield. Shortcut. Miauw. 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 En ik ga daarna. Nee. De varkens rennen overal. Oh my god. Ja, daar waren wij vorige week. We hebben het hok opengezet. Ik heb met mijn ene account... Oh, 300 XP. Nice. Volgens mij mag je dit dan dagelijks doen. Oh, er lopen shit. 5 varkens los. Dieren zoeken. Varken gevonden. Kom maar mee met mij. Naam X van basisschool. Hop, hop, hop. Kom. Hop, hop, hop. In galop. Anders dan wordt het spek. Knor, knor. Ze zijn wel heel cute trouwens. Ze zijn wel schattig, ja. Mochten mensen denken, ik heb hulp nodig met dressuur. Ik heb een video online gezet waarin ik de dressuur uitleg. Als je tips nodig hebt, bel vooral niet bij mij aan. Want, Ja, als je wil lachen wel. Ja, soms ben je wel een lichtelijk gemeen persoon. I'm sorry, still love you though. Sometimes. Nee. Sometimes maybe good, sometimes maybe, maybe shit. Varkens teruggeleid, 5 van de 5. Hi-ha, ik ben goed. Ik mis 1. Eer, daar is mijn girl, Sabine. Hallo, wacht eens even, ik mis 1 varken. Moet je op je kaart kijken. Ja, want mijn minimap die werkt natuurlijk altijd zo goed. Epische muziek is aan het afspelen. Oh, wauw. Hebben ze daar een ondertiteling voor gedaan? Nee, dat verzin ik. Oh, ik heb een schroef in mijn jas, in mijn zak. Waarom ook een schroef? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik nu de varkens ook heb gedaan. Dus dan kan ik er aanklikken. Oh, wauw, Sabine. Sabine! Oh, speciaal momentje. Afgeleid so much. XP. Moeten we dus naar Sabine toe gaan. Ik zie jou alleen niet, dus ik denk dat iedereen wordt uitgeschakeld, zodat je met Sabine mee kan rijden. Ik heb geen idee. Ik heb Sabine aangeklikt. Een romantische buitenrit bij mijn girl. Oei, ze gaat alleen maar een beetje langzaam. Ze gaat in galopmodus. Kom, doe eens even met je kaan. Ze heeft echt zo lang haren. Als je uitgestrekte draf doet, dat is even snel als haar volgens mij. Misschien met jouw level, ik haal erin. Oh, ja, ik ben level 8. Ik ben 9. Ja, mijn 9 wordt natuurlijk sneller. Oh ja. Yeah. Nou, oké, we zijn er. Die moest me volgen, niet op kilometers afstand blijven. Hallo, ik haalde je in, trut. Nu krijg ik weer die handschoenen. Dan hebben we 1000 euro shilling om uit te geven. Oh, ja! Jippie! Haal de doos op van Sabine GED. Oké, nou, dan doen we dat toch. Oké, daar ben je weer. Hallo! Die handschoenen, die heb ik dus al. Maar die kan ik verkopen. Ik heb dus helemaal niks, maar ik ga het verkopen, want ik draag het toch niet. Ah! Nee. Wat? Ik viel bijna naar beneden. Dat zag ik. Je hebt het heel creatief opgelost. Hey, ik leef nog. Dat is waar. Oh, plantjes. Ik ben er bijna. Hallo, GED meneertje. Ik wil plantjes. Mos. Ik vergat dat hier deze heg echt zo groot was.
Ik ga tussen liken. Kijk, ik ben hier. Ik zie jou niet. Ik krijg een cutscene opeens. Ja, ik ook. Sluipen langs de uilskuikens ontvangen. Weet je wat veel? Oh. Shit, man. Doei. Dat is onhandig. Jullie zijn dom. Ik sta een beetje vast hier. Ik ben er al uit. Ik kan het niet. Voor het eerst dat ik een keertje sneller ben. Mag het? Ja, maar ik zat vast. Oh, muur. Zo. Papa. Deze video duurt ook weer een uur. Waar is Sabine? Wat zit er in die doos? Ja. Vuurwerk is wel leuk, maar niet met paarden. Ach, ik krijg 500 XP! XP! Wauw. Ik hoop dus dat ik voor het einde van dit jaar misschien nog level 24 haal. Maar ik vraag het me af. Ik denk het wel, want er komt nog genoeg uit. Ik denk dat ik dit jaar zelfs nog level 27 word. Jij wel, ja. Ik bedoel, ik moet nog 2000 XP. Oh, ik... Bert. Ik faalde. Hoe dan? Ik deed die race als Sabine en ik sprong over heen en toen raakte ik Sabine. Fuck! Jij ook? Ik ging er rechtdoor tegen de hooibalen aan terwijl ik een bochtje moest maken. Ik deed dat exact hetzelfde. Ik ging, ik dacht ik moet over die hooibalen springen, maar ik moest een bocht in. Ja, dat had ik ook. Maar ze staat ook opeens achter je. Ja. Ik vind het leuk dat we op hetzelfde punt helemaal afgingen. Stop maar op. Ik vind het niet leuk. Ik moet nog een keer, met rust. Nog een keer opnieuw. Oh, met rust, Sabine. Omdat ik een pijltje miste. Toen wou ik het bochtje draaien, was zij daar. Je moet dus echt door die, perfect door die pijltjes heen rijden. Als je er een beetje langs rijdt, dan telt hij niet. Dat is echt irritant. Ik weet niet. Ik ben nu bij een... Ik weet niet waar ik heen moet. Hallo, ik ben Jessie. Ik heb 350 paarden uitgetraind, maar ik kan nog steeds niet racen. Ik ben nu in de Jorvikstal. Ja, je bent verder dan dat ik ben. Oh, ik heb hem gefinished. Je finished bij het podium. Nice. Oh god. Oh, oh. Dag Sabine, we hebben je vuurwerk gestolen. Toch wel een beetje zielig, want vuurwerk is best wel duur. Ja. Ja. Oh, ik heb hem ook gefinished. Even kijken, wat ze allemaal zeggen. Oh my god. Oh nee. Wat vind ik dit vervelend? Oh, wat irritant. Kom maar, paardje. Moet van je.
Je moet van je paard af. Ik ga gewoon rennen en laat mijn paard volgen. Oh, dat is echt handig. Dat kan ik niet. Denk ik. Oh jawel, ik kan het wel. Level 7. Mijn paard galoppeert. Jippie. Jippie! Ik moet alleen even een grote bocht nemen, want anders zit mijn paard vast. Oh, helemaal daar. Scheiße. Dan ga ik helemaal om die pijl. Oké, misschien was rijden sneller. Ik heb geen idee. Ik heb er 3 opgepakt. Mijn paard zit vast. Moet er nu nog 2. Je moet er ook nog 2. Ik heb dus een gebakje gehaald voor mij, Miko. Lekker. Want zo ben ik. Ja, dat weet ik. Hallo, waar is dat laatste dan? Oh, daar. Nou, ik heb het gepakt hoor. Woehoe. Ik ook. Bij mij zit die spatiebal helemaal aan het begin. Dus dat is echt irritant. Want dan als ik hem mis, dan moet ik wachten. Er is ook een haarstijl met blond en roze. Oh, leuk. Hoezo? Waar? Waar? Wat? Waar is die haarstijl? Ik heb geen idee. Ik zag daar op een meisje zitten. Die heb ik al. Maar dat is niet deze die ik nu heb. Nee. Nee. Het is... Wacht. Oh, ik zit in een cutscene. Ik ook. Ik wil het laten zien, maar... Kom op. Ja, doei. Ze rent weg. Waar? Ja, kom. Draai. Ga naar de ezels. Yes, kijk. Draai om. Waar ben je? Ik heb het in mijn vizier. Oh, we gaan iemand achtervolgen. Ze staat nu bij de poort. Oh, die. Ja, die. Is dat... Maar dat is niet hetzelfde als ik heb. Of wel? Nee, het is iets blonder aan de bovenkant. Ja, maar het is wel dezelfde stijl. Oké. Ik zag het opeens. En jij zei dat de vorige keer. En toen dacht ik opeens... Huh? Ja. Raar. We gaan wel even alle kappers af. Ja, precies. Want ik heb natuurlijk roze haar. Ja. Even kijken. Ah, dan krijgen we een broek. Klik. Dit klaar, is echt gewoon... eindelijk. Wel XP. Fijn. Yippie! Nou, even kijken hoor. De kast. Dan heb ik ergens al de volledige Sabine set. Kijken of het hetzelfde is. Ik wil graag alsjeblieft eventjes kopen. Die kan ik verkopen. Kan ik dit ook allemaal verkopen? Ik heb mijn kast dus uitgezocht. Dus kan ik dit allemaal verkopen. Wauw. Zijn wij naar Moordland, naar de bonuswinkel? Ja. Ga ik eerst even dit verkopen. Ja, ik heb ook even wat verkocht. Yippie. Nou. Stal Moorland. Ik ben benieuwd wat voor set het is. Het is geen set, het is een item voor een set. Maar een item. Ik ben ook wel benieuwd. Ben jij moe? Godverdomme. Ik heb slecht geslapen, man. Ik ook. Ik was ook vroeg wakker en ik moest slaap ophalen. Dit is zo'n teleurstelling. Ik ga er wat nootjes bij pakken. Luid. Daarom doe ik het in een bakje, zodat ik niet steeds de hele tijd het zakje hoef. Ja. We zijn echt voor saus naar Moorland gegaan.
What the fuck is dat? Ik heb meer dan 2000 euro in deze game zitten en wij krijgen dit. Zijn lelijke. Alle outfits zijn lelijk ook gewoon. Zo lelijk. Ik vind alleen die. Maar jij bent niet van de dressuur. Dat zwarte dekje met dat paarse randje vind ik wel leuk. Ja, maar. Oh, Star Stable! Je hebt zulke mooie outfits en dan geef je dit gratis. Oh ja, we gaan weer daar. Adem in, adem daar. Ja, want ik zag een plantje. Ik kan nog iets halen van de denim set. Wat ga ik halen? De laarzen. Ja. De laarzen. De veelzijdige ruiter. In principe heb ik die set nu compleet van alles wat ik wilde hebben. Want ik vind die broek lelijk. En het shirt lelijk. En die pet, ik draag altijd dezelfde. En voor de rest heb ik alles van het paard. Behalve de andere western dekje. Die moet ik nog. Kijk, ik heb deze nu aan. Dus nu match er nog meer. Bah, ik heb hetzelfde jackie. Ik ga hetzelfde jackie aan doen, want ik irriteer me aan die verjaardagstaart. Wauw. Ik ga dit ook even verkopen, want dan ben ik er gewoon vanaf. Ja. Dan heb ik dat stuk van mijn kast weer leeg. Dat is deze. Ik heb hem in het wit. Dat is ook wel cool. Wow. Ik heb hem volgens mij ook in het zwart. Maar ik heb geen zin om te zoeken. We gaan dit even verkopen. Hallo, hallo. Ik klik je aan. Ik vind deze op zich ook wel leuk hoor. Deze set. Deze, je moet even... Welke? Specifiek. Die, als een dressuurzet, zeg maar. Die, crème kleurig met goud. Kom naar de fontein, schatje patatje. Ik ben er. Hallo. Deze video is al veel te lang geworden, dus wij gaan hem lekker afsluiten. Vond je deze video nou leuk? Vergeet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer. Doei. Oh.